Goedemorgen, ik spreek met Johan van Geel van aannemersbedrijf Rademakers uit Roosendaal. En je bent hier aan het werk, Johan, met de aanleg van de 150 kV kabel van de centrale hier. Ja, naar Woensdrecht. Oh ja, en dat is een hele klus, hè? Ja, dat is een hele klus. Dat is een kilometer of 7,5. 7,5 kilometer. Allemaal ondergronds? Allemaal ondergronds. Want wat komt er dan in te liggen eigenlijk? Ja, er komen drie kabels per. Ja, dat zijn drie fases in principe. En in totaal zijn het zes hoogspanningskabels en twee glasvezels. Oh, die komen er allemaal gelijk in? Die komen er allemaal gelijk in. En want ja, jullie zitten nu aan de rechterkant van, tenminste afhankelijk waar je staat, aan de rechterkant van de Antwerpse Straatweg. Ja. Jullie hebben het eerst gefreesd. Ja, en daarna doen we het ontgraven. Ja. En mantelbuizen leggen in de opritten. En dan, gaan we kabel trekken als we 750 meter sleuf hebben open liggen. Ja, ja. Want de haspellengtes zijn 750 meter. Dus. Oh, daar wordt dat op afgestemd. Ja. En hoe diep komen die kabels te liggen? Die liggen met 90 dek. Oh ja, 90 centimeter zand bovenop. Ja. Ja, dat is best een secuur werk, Johan. Want als ik zag wat hier allemaal in de grond zit, verder nog aan kabels. Dan zit hier, er ligt al een heel tracé met middenspanning. En er ligt ook nog een gedeelte glasvezel en PTT. En er ligt ook nog gas voor de woonhuizen en water. Maar jullie hebben kaarten dan van, geloof ik, hè? We hebben een klikmelding en daar kunnen we op zien wat er bij benadering in de grond zit. Maar dan blijf, want jij bent de kraanmachinist hier van de kraan hier achter. Ik ben de kraanmachinist en een grondwerker staat erachter om het laatste te doen. Maar ja, dat vergt toch wel het nodige secuur werk. Ja, dat is puur werk. Het is niet dat je zomaar de bak in de grond en ga je trekken graag. Maar. Dat kan niet zomaar iedereen even doen. Nee, ja. Aldoende leeft men. Maar hoe lang zit jij al op deze kraan? Ja, op deze kraan nog niet zo lang. Nee, maar kraanmachinist? Ik ben onderaan 25 jaar. Dan heb jij het gewoon, dan is het net alsof het over je eigen vingers zijn. Het is voor mij begint het kinderspel te worden. Ja. Maar nou zitten jullie dus hier, zoals ik al zei, aan de rechterkant van de Antwerpenstraatweg. Jullie steken straks over naar de linkerkant. Ja, daar komen gestuurde boringen in. Die zetten ze zeg maar aan deze kant in. En dan, die kennen ze gewoon, daar zit een kop op. En die kennen ze sturen onder de asfalt door naar de andere kant van de straat. Oh ja, want je gaat dus straks eerst naar de, en dan ga je straks naar de linkerkant van de Antwerpenstraatweg. En dan gaan we met een gestuurde boring onder de A58 door. Richting de zuidelijke kant van de A58. Ja, en dan dwars door het land naar de vliegbasis? Ja, en dan dwars door de akkers naar de vliegbasis. Eerst nog een gedeelte parallel aan die weg die daar ligt. Mm-hmm. Hoe dat de naam daarvan is. Nee, maar dat is allemaal, staat nog in het verschiet. Want het is nou vandaag 9 augustus. Ja. Is er een soort planning waarvan jullie zeggen, dan moeten we klaar zijn? De planning tot aan de vliegbasis is 27 september. Tot aan de vliegbasis? En dan ligt er nog 2,5 kilometer op de vliegbasis. Maar jullie moeten het ook op de vliegbasis verder uitvoeren? Dat is dat is van de week pas aanbesteed. Ja. Gaan wij ook maken. Maar het is mooi werk? Ja, heel mooi werk. En secuur werk, dat kun je wel zeggen? Ja. En die kraan waar je op zit, wat is dat voor merk, Johan? Dat is een TRX, 3,5 tons machine. En er zitten meerdere bakken bij, van 1,20 tot 29 centimeter. En dan een variatie zit er nog 60 en 40 tussen. Dus we kunnen een beetje variëren met de sleufbreedte. Maar aangezien dat hier in principe 9 dingen inkomen, moeten we 60 centimeter, want die kabels moeten, dan moet 25 centimeter tussen zitten. Dus, tussen de twee verschillende bundels. Want het is een mooie berm geweest. Hij wordt natuurlijk helemaal omgeploegd nu. Hoe komt hij eruit te zien straks? Ja, hij wordt weer helemaal netjes overnieuw ingezaaid en afgewerkt. Dus als het goed is, over 2 maanden zie je er niks meer van. Dan zie je er niks meer van.
Nou, Johan, ik ga straks eens kijken als je op de kraan zit. Oké. En ik zou zeggen, veel succes met de voortgang van de werkzaamheden. Goed. Je hebt in ieder geval geen gebrek aan bekijks. Nee. Als je zo vlak langs de weg aan het werk bent. Nee, we hebben bekijk zat. Daar ligt het niet aan. Nou, maar wel goed opletten op je werk, hè? Oké. Oké, dankjewel. Nu even met Marcel Hanegraaf. Ja. En jij bent je werkzaam bij Baas BV op dit moment. Ja. En je bent assistent van Johan. Ik ben de grondlegger van Johan. Dus wij bepalen eigenlijk de sleufroute samen hoe dat de kabel komt te liggen. En we hebben de huisafsluiting net bij u thuis. Dat we weten wat de PTT en de gas en het elektra binnenkomt. Ja. Dus bij ons is het gewoon hoofdzaak om zo min mogelijk schade te maken aan het kabel. Ja, natuurlijk. Als je storingen krijgt, dan krijg je een hoop dol natuurlijk van mensen die gaan klagen. Ja. En gevaar als je gasleiding zou raken. Zo is het. Dus het is secuur. Opletten werk. Ja. Want die buizen die hier nou achter je liggen, hè? Wat, hoe noem je deze soort buizen? Dat noemen we mantelbuizen. Oh, dat zijn mantelbuizen. Kijk, er staat een melding op van PVC-kabel. Oh ja, ja, bescherming. Bescherming. En ik begrijp dat die komen precies onder de uitritten te liggen. Ja, en daar trekken wij de kabel straks doorheen. Oh ja, maar, en onder de uitritten waarschijnlijk omdat daar de meeste druk van vervoer op komt. Dat is niet. We doen dat eigenlijk leggen die buizen omdat wij nou de oversteken overmaken zeg maar voor de uitritten, dat het begaanbaar blijft voor de mensen. Mm-hmm. En dan doen we straks de kabel erheen trekken. Oh, want ja. Anders kunnen we het tracé niet één keer open graven om 750 meter in één keer te trekken. Ja, daarvoor leggen we eigenlijk die mantelbuizen. Ah, precies. Maar doe jij dit werk al lang, Marcel? Ik doe het al heel lang. Ja. Ik ben er nu 46. Ja. Ik ben eigenlijk oorspronkelijk stratenmaker van beroep. Uh-huh. Maar ik ben in het kabelwerk terechtgekomen door Rijn Pauls, onze uitvoerder. En ik heb het vroeger gedaan bij Nettenbouw. Dus ik ben al een tijdje in de kabelwerkzaamheden. En de naam Hanegraaf, kom je uit West-Brabant oorspronkelijk? Of is ik kom uit Rijsbergen. Uit Rijsbergen. Bij ons komt de familie Hanegraaf is ontstaan in Rijsbergen. Ah, toch zo doende. Nou, ik zou zeggen, je hebt nog een lekkere klus te gaan. Het is niet al te heet vandaag, dus nee, dat komt goed, hè? Dat komt wel goed, hè? Oké, dankjewel. Ja. Hij legt de mantelbuizen nu alvast gereed, want die moeten hier straks onder deze oprit moeten ze komen te liggen. Ja, Johan is niet alleen kraanmachinist, maar hij moet af en toe ook andere werkzaamheden doen, zoals bijvoorbeeld hier de stenen losmaken uit de oprit. En dan kan hij straks gaan graven. Ja, Marcel is volop bezig met het in voorraad leggen nu van de beschermbuizen. Ja, je moet natuurlijk oppassen dat je uitritten, die kan je wel opengooien, maar die moet er ook weer op tijd dicht, want anders dan zitten de mensen met het probleem. Dan kunnen ze hun erf niet verlaten. Normaal gesproken kan je natuurlijk als leek niet weten wat er allemaal in de grond zit. Maar er lopen hier een paar buizen, elektriciteit, telefonie, een glasvezel. Dat ligt hier allemaal in de grond. Maar met behulp van een goede kaart weten ze precies hoe ze aan het werk moeten. En nou gaat Johan graven. De weg is vrij. Hij heeft de stenen eruit gehaald, waardoor hij nu inderdaad de sleuf verder kan trekken door de oprit. Best oppassen geblazen, natuurlijk hier vlak langs een druk bereden Antwerpse straatweg. En Johan die heeft de kraan uitstekend in zijn vingers. En dat met in zijn vingers, dat bedoel ik ook letterlijk bijna in zijn vingers. Want hij moet dus precies graven. Maar voorlopig is er nog geen probleem, want de meeste kabels die hierin liggen,
Die liggen toch op een bepaalde diepte en we hebben van tevoren gekeken waar nog een vrije plaats is. Dus hij kan hier graven zonder dat hij veel problemen zal hebben met de reeds aanwezige kabels. Marcel heeft net in deze sleuf aan de linkerkant de PTT-kabel ontdekt. En dat is de kabel waar langs wordt getelefoneerd en waar langs tegenwoordig het internet binnenkomt. Dat is een superbelangrijke kabel. Als die wordt verbroken, hebben een heleboel mensen meteen een probleem. Maar dat wordt dan vrij snel opgemerkt. Want dan merk je gauw genoeg dat je telefoonlijn dood blijft, behalve wanneer je natuurlijk alleen maar aan de duur bouwt. Dan heb je daar geen last meer van. Dit is het krachtstation waar de elektriciteit vandaan wordt gehaald, waar gekoppeld wordt. Dit is een verdeelcentrale en dan hier vandaan gaat het beginnen en van hier gaan de leidingen dus naar de vliegbasis Moensrecht. De voorlopige sleuf is gegraven en de buizen liggen reeds gereed. En de aansluiting zal nog moeten gebeuren. Ja, ik ben nu iets verder opgelopen bij het begin van de werkzaamheden. Ik spreek met Jos Goes. En Jos, wat ben jij nou hier aan het doen? Ik ben hier de buizen aan het goed leggen, want we zo meteen de kabelboring gaan voeren. Oh ja. En die buizen moeten in een speciale positie komen? Ja. We trekken twee bundels kabels. Ja. En die hebben een kleur en die hebben een richting. En die komen zo meteen gewoon geselecteerd, zeg maar, door de buizen en wat hierin gaat, aan deze kant. Ja. Komt er aan die kant ook uit. Oh ja, en dat moet natuurlijk vlot kunnen gaan, die buizen moeten... Ja, dat we onderweg geen, dat er geen... niet kunnen stoppen omdat we een probleempje hebben. Nee, dat zal zomaar niet gebeuren, maar er mag geen knik in zitten of zo. Nee, geen knikken en draaien in zitten. Nee. Maar Jos, dat is wel een belangrijke klus die je dan moet doen, want ja, als de grond er eenmaal op ligt, dan moet het wel vlot doorlopen. Ja, maar dan kan je er ook niks meer aan veranderen. Nee, dan ligt het en als het is klaar. Zo het ligt, dan moet het goed zijn. Ja. Maar doe je dat voornamelijk op de punten waar dus bochten zitten? Want in de rechte stukken, dan is dat niet nodig waarschijnlijk. Nou, in de rechte stukken is dat niet nodig. Puur om de bochten, zeg maar. En we zouden hier eigenlijk een persing onderdoor maken, stalen buis van. Ja. Maar omdat de bestaande kabels liggen, dan gaat dat niet. Nee. Het beton eruit gezogen, buizen erin gelegd. Mm-hmm. Je zit hier kort aan de inrit van het bedrijf hier ook. Ja. Dus we hebben maar gewoon bij, gelegd gelijk rond. Oh ja. Anders blijft er weer een gaatje openleggen en dat gaat niet werken. Maar hoe groot is die bocht dan? Laten we zeggen... De straal. Ja. De straal is hier ongeveer 3 meter nu. 3 meter? Ja. En jij bent al lang bij... jij doet dit vak al lang... Ja, het werkt totaal ongeveer 30 jaar bij verschillende bedrijven. Ja. Altijd hetzelfde soort werk? Nee, ik ben begonnen eigenlijk met KPN-werk. Oh ja. Zulpje. Ja. Maar dat was over en... En nou, hoe lang ben je nou bij Baas? Bij Baas ben ik bijna 9 jaar. 9 jaar, ja. Ja, jullie zitten overal door het hele land zeker? Ja, of, ja. Gespecialiseerd in het leggen van kabels. Kabelsleidingen, gasleidingen, ja. Water. Nou Jos, dat ziet er indrukwekkend uit. Het zijn allemaal zwarte pijpen nou. Ja, het zijn er 7. Ja. En waar zijn die nou stuk voor stuk voor? Hier gaat dan de bundel in, een 630. Ja.
Hier gaat een 630 in, hier een 630. Ja. De middelste die hier tussen ligt, dat is deze. Ja. Dan gaan zo meteen twee HDPA's rond 40 in. Dat is signaalkabel. Ja. En die andere gaat dan ook een bundel in. Oh ja, dus ze hebben, alle, drie. Ze hebben allemaal een functie. Ja, ja, ja. En in, welke, buis komt dan ook nog de glasvezellijn te liggen? Ja, dat is in die, waar die groene buis zo meteen in gaat. Oh, die daar in te liggen? Die trekken wij weer een maand de buis als ware in. Ja, 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 die gaat daar gelijk mee mee. Ja, die gaat er gelijk mee. Oh ja. Nou, dat is interessant. Ja. Jullie zijn er voorlopig nog niet, want je bent pas begonnen. Ja, 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 ja. Maar ja, het komt wel goed natuurlijk, gezien de ervaring die jullie hebben. Dat hoop ik van wel. Oké, dankjewel Jos. Oké, doei. Ja, en tijdens zulke werkzaamheden moet je natuurlijk voorbereid zijn om van alles en nog wat. Want hier hebben ze de grond tijdelijk in een sloot gegooid. Maar ja, zou het nu onverhoop keihard gaan regenen, dan moet die sloot wel kunnen functioneren. En om dat te bewerkstelligen hebben ze tijdelijk een grote buis op de bodem van de sloot gelegd met een afvoer hier. Zodat mocht het gaan regenen, dan kan alle water toch nog worden afgevoerd. Ja, en soms zoals hier, dan moet je de mechanisatie even laten voor wat die is, want hier zit een betongestorte rand in. En als je die nou af moet breken, vertellen ze, dan heb je eigenlijk zoveel extra werk. Dus dan kan je beter even het oude handwerk met de spade, met de schop ter hand nemen en even flink zweten. Maar Johan en Marcel die zien daar niet tegenop. Marcel die rookt zelfs zijn sigaartje er nog bij. Dus ja, dat gaat vanzelf. Niet waar Marcel? Ja. En Johan die draait er zijn hand ook niet voor om. Dus dat mag niet lang zitten. Maar ja, het is goed dat het niet meer 30 graden is mannen, want dan is dat natuurlijk toch wel behoorlijk, behoorlijk aan de warme kant. Ja, bij zulke werkzaamheden zoals deze zijn natuurlijk diverse partijen betrokken. Baas is de hoofdaannemer, maar die schakelt dan weer rademakers in als grondwerk, voor het grondwerk. En zo zijn er dan diverse partijen bij betrokken die allemaal samen dezelfde richting uit moeten, het werk afmaken. En zoals we al eerder zeiden, er moet natuurlijk op een zeker moment moet men weten waar men graven moet en dan worden er proefsleuven aangelegd, zoals deze bijvoorbeeld, waarin te zien is welke leidingen dat er reeds in de grond liggen, om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Nou, hier moet nog worden gegraven. De middenberm van de weg is gefreesd om het gras kapot te slaan en daardoor makkelijker te kunnen werken. En helemaal daarachter, daar is een ander kraantje aan het werk, die een hoop werk uit handen gaat nemen met het graven van Johan, want dan kunnen ze straks vlotter op de rechte stukken waar natuurlijk geen uitritten zijn, zoals je hier ook weer een uitrit hebt, waar natuurlijk voorzieningen voor moeten worden getroffen, maar de stukken waar geen uitritten zijn, zijn natuurlijk het makkelijkst. Daar kan je vlot doorwerken.